Chateau Bijstand ligt onder vuur omdat er in het programma amusement wordt gemaakt van een bijstandsleven. Ondanks de massale kritiek zijn de kijkcijfers uitstekend. Na de door bijna 1,1 miljoen mensen bekeken première, wist de tweede aflevering gisteren ruim 1 miljoen kijkers, 19% marktaandeel, te boeien op SBS6. Een mooie score. Er kijken dus 1,1 miljoen mensen naar, hè? Het is niet zo dat het niet goed bekeken wordt, merkte SBS6-collega Leonie ter Braak afgelopen vrijdag al op in Jinek. Daarop gaf opiniediva Angela de Jong een waarschuwing af. Ik vind dat mensen die zeggen, ik wil gewoon even lekker lachen, wel even moeten nadenken waar ze om lachen. Dit programma is niet om te lachen, vindt Angela. De tijdsgeest is volgens mij gewoon niet handig voor dit programma, omdat we keer op keer op keer mensen zien die echt moeite hebben om rond te komen en het nog moeilijker hebben met alle stijgende gasprijzen en dergelijke. Dat is anders dan een paar jaar geleden. Angela blijft bij haar mening over het programma. Er wordt hier toch op een bepaalde manier de draak meegestoken. Ze bagatelliseren het ook, van, oh mensen, we gaan de bijstand in, dus eerst doen we nog even de wenkbrauwen, want dat kan niet meer volgende week. En, bij de kringloopwinkel kun je hartstikke leuk een huis inrichten voor 400 euro, dus wat zeuren die mensen nou? Weet je wel, dat. En, als je niet genoeg kan rondkomen, dan ga je toch de prostitutie in. Dat was ook nog een grap die Martien maakte. Dat is allemaal niet zo handig op dit vlak. Dankzij Chateau Bijstand en het aansluitend uitgezonden vandaag een site 852.000 en 18% was SBS6 de nummer 2 op prime time. Alleen NPO1 scoorde beter, Radar trok 1,5 miljoen kijkers, 26%, en Spoorloos had er 1,3 miljoen, 26%. Pas op de derde plek volgt RTL4 met 719.000 kijkers, 13% voor uitstel van executie. De terugkeer van Khalid Sophie deed het aardig met 733.000 kijkers, 17%. Op 1.852.000, en vandaag een site scoorde meer kijkers, Jinek 611.000, en HLF8 463.000 trokken minder kijkers.